Welcome to the sweet life of second coding. Ga er nog lomper bij zitten. Zie ik een mooi huis? Ja. Maar staat, is dit, je moet wel iets meer opschuiven, die kant. Echt? Ja. Hallo. Wat is dit? Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb druppels op mijn bril. Jij hebt druppels op je bril. Zie je het? Ja. Nou, zoals jullie hebben kunnen zien in een video van ons ben ik verhuisd van stal. En Maatje en ik zijn hier heel verdrietig over. Nee, grapje, jongens. Jawel, ik vind het echt heel vervelend dat ik... Sorry. Nee, ik vind het echt heel vervelend dat ik bij Maatje weg ben. Maar ik zit echt zeker op mijn plek op de nieuwe stal en Tess ook. Dus we gaan nu even heel veel vragen voor jullie beantwoorden. Want er zijn nog een aantal misverstanden. Ja. Jullie hebben namelijk best wel haatachtig gereageerd. Ja, een beetje boos maar of zo. Maar laten gewoon. We één ding even de wereld uitbrengen. Het lag niet aan de stal. Nee. De stal was echt top. En dat is ook waarom Maatje er nog staat. Ik sta er nog. Dus, kijk, de eerste vraag. Gaan we eens even kijken. We gaan even kijken naar de questions. Video's. Nou, jullie hebben echt wel een beetje haatreacties. Ja, ik had het niet verwacht. Die hebben nee, echt jongens, pijn jongens, of zo. We zijn lief. We hebben een band, toch? Oh ja. Ik kreeg 10 miljoen vragen. Ja, sorry. Doe maar. Niet doen, Inke. Vraag niet. Ik kreeg 10 miljoen vragen met Baum. Is Maatje niet meegegaan met Inke? Oké, laten we dat even uitleggen. Ik woon in Oldenzaal. Inke woont in Hengelo. Dat is nog best wel redelijk ver van elkaar af. Ja, dus moet je nagaan hoe hard ik elke dag gestreden heb om naar stal te komen. Daar niet van. De stal staat in Deurningen. Dat ligt 5 minuten van mijn huis vandaan. Ja. Dit stal ligt waarschijnlijk wel meer dan een half uur van mijn huis vandaan. Ja. En eigenlijk, omdat ik ook nog eigenlijk best wel een heel erg studentenleven heb en naar school moet, wil ik eigenlijk niet een half uur fietsen om naar stal te moeten. Nee, snap ik. Nee. Sorry. Dus ik ga niet mee naar deze stal. Nee. I have busy life. Ga je houden? Nee. Is Contessa nu voor jou? Mensen, Contessa was al 5 jaar van mij. Is dat een serieus vraag? Ja. Dat zie je. Doe normaal. Hoe zit het nu met Maartje en Max? Daar kan ik een hele korte omschrijving om geven. Kaal. Oké, laat me het zo even uitleggen. Nou ja, weet je, het is gewoon heel hard om Nienke mij uit elkaar te halen. Ja. Ik heb nachten gehuild. Oké, ik was heel chagrijnig en een beetje gefrustreerd. En heb ik afgericht op mijn paard. Doe dit niet na, alsjeblieft. Max is kaal. En daar bedoelen we niet mee zijn vacht. Nee. Zijn manen. Het komt allemaal goed. Nee, het was gewoon... Het klinkt als een heel dramatisch verhaal, maar hetgene denk ik wat we echt het moeilijkste vonden is dat Maartje en ik gewoon uit elkaar zijn gehaald. En dat kan gewoon niet. Dus Maartje komt volgende week naar deze stal. Nee! Prachtig. Vinden jullie mij knap? Ja. Nou, even een duimpje achter als jullie mij knap. Ik weet niet! Nou, hey. Nou, de volgende vraag was... ik snap het niet. Waarom kon je niet gewoon op de oude stal blijven staan en waarom moest je weg? Zoals ik in een andere video heb uitgelegd, ik kan helemaal niet ingaan op het feit wat er is gebeurd. Wel kan ik echt vertellen dat het niet aan de stal lag. Het heeft niks met de staleigenaar te maken. Helemaal niet. Want het zijn echt hele leuke mensen en ik heb daar een super fijne tijd gehad. Er is gewoon onderling gedoe geweest. Wat leidde tot dit? Je moest ook niet weg, maar er was eigenlijk geen keus meer. Nee. Tess, ik ga nu hele gevaarlijke dingen zeggen. Tess heeft op de wei gestaan van het zomer. En toen ze weer op stal wilde, had iemand anders mijn stal. Ik deed dat het verhaal is en ik heb met diegene een afspraak gemaakt. En diegene wilde mijn stal niet meer uit. Ondanks dat het een afspraak was. Dus het heeft niks met de staleigenaar te maken. Absoluut niet. Nee. Gevaarlijke, maar wel eerlijke uitleg is. Ja, oké. Okay. Ik heb niks raars gezegd, toch? Over nee. Iemand? Okay. Okay. Nee, het publiek zegt nee! Even omdat ik daar benieuwd naar ben, is Tessa zo dun omdat het haar bouw is? Ja, het is gewoon lelijk. Ja, net als Maatje. Duimpje omlaag als je dat niet vindt. Nee, nee, Tess die is van zomaar knijterdik geweest. Nee, dat viel ook nogal mee. Okay, ze was echt wel dik voor Tess haar doen. En zo zie je maar weer dat een verandering van stal voor een paard echt heel veel doet. Maar zij is in 2 weken gewoon
echt heel veel afgevallen. En die video die jullie vorige week hebben gezien, dat is dus Contessa nu. Maar ze ging eigenlijk op de oude stal weg met echt wel een gezond gewicht. Wel geen spieren, maar ze was echt niet dun. En nu is ze best wel dun en dat komt dus gewoon echt door alle stress die erbij is komen kijken van de verhuizing. Is het allemaal wel een beetje eng. Ja, dus en weet gewoon dat we wel vaker met Tess problemen hebben gehad met voeren. Dus dat ze de ene keer dunner is dan de andere keer. En dat het gewoon een algemeen bekend probleem is en dat ik daar ook altijd heel goed naar probeer te kijken. Zo heeft ze bijvoorbeeld onbeperkt hooi, dat soort dingetjes. Dat is kijk, heel fijn, ja. Ja, en voer ik slobber en zo, weet ik veel. Ik heb echt wel een goed voerschema voor haar. Ja, nou, dat is net als Max, want ik ben deze afgelopen zomer 2 maanden weg geweest. Ik kwam terug en Maxie was graadmager gewoon. Ja, maar Max' gedrag kon je het wel zien dat hij extra stress had. Hij was echt heel boos. Ja, hij was heel boos. Ja, hij was echt boos. Oké. Ga je weer terug naar de oude stal als er plek is? Ja. Nee. Ja. Nee. Duimpje omhoog als het terug naar de oude stal. Hou met die duimpjes. Nee, ik ga niet terug naar de oude stal. Dit is veel dichterbij. En, nee, gewoon weer. Nee, ik ga niet terug. Oh, je bedoelt dat je niet terug gaat op mij? Wat gebeurt er nu met YouTube? Ga door. Ga door? Ja. Dat sowieso. Niemand kan ons stoppen. Wij gaan nooit meer uit elkaar. Laat trouwen. Wat? Het gaat zeker door, nou wordt het voor ons wel iets lastiger. Dus wij moeten gewoon heel goed plannen. De ene keer komt Maartje bij mij op stal, de andere keer ga ik naar haar stal. En aangezien wij geen helden zijn in plannen. Maar dat is dus de situatie op dit moment. We hebben gelukkig best wel, Floor, onze manager, is best wel betrokken geweest. En dat is gewoon echt heel erg fijn. Dat is dan echt focus. Maar goed, Floor is best wel betrokken geweest. En dat is, vind ik wel op zich wel prettig. Dat hielp gewoon heel erg om de situatie even helder te krijgen. Aangezien ik best wel het overzicht kwijt was. Ik had wel een beetje paniek. Ja, die had reusachtige paniek. Ja. Dat was het verhaal. We hopen dat het eigenlijk een beetje helder is voor jullie nu. Want ik schat de kans niet zo heel groot, aangezien we echt heel veel oude hoed hebben. Nee, maar we hopen gewoon dat er nu dingen wat meer helder zijn. En het is een moeilijk onderwerp, merken jullie het? We hopen alle boeverhalen de wereld uit te hebben geholpen. Want ik vind het gewoon niet leuk als jullie reacties plaatsen met wat gemeen van de stal en zo, want dat is helemaal niet waar. Dus dat soort reacties liever niet en anders verwijderen we die gewoon. Ja. Maartje en ik komen er wel uit. Dit gaat allemaal goed komen en we hebben gewoon een strak filmplanning. Dus verwacht gewoon elke zaterdag nog een sketch en verder op de woensdag een extra video. Ja. Nou, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei! Doei! Doei. Ik heb het weer koud. Ik heb het echt koud. Vier! 100 vier! 1000 duimpjes. Wow. Laten we die nog een keer halen.